De kerstdagen komen steeds dichterbij en dan rijst ook de vraag of we dit jaar wel of geen witte kerst gaan krijgen en of deze kerstboom zich dus ook in een winters landschap gaat begeven. Kerstavond bevinden we ons nog in de zachte lucht, maar als we naar het Duitse weermodel kijken, dan ontstaat hier op de grens tussen Duitsland en Denemarken een hoge drukgebied en die maakt eigenlijk ruim baan voor koude lucht vanuit Scandinavië. Maar we zien ook dat hier boven de Britse eilanden en de Atlantische Oceaan een lage drukgebied ligt. En precies op dat grensvlak tussen die koude en zachte lucht, daar komen wij precies onder te liggen. En dat brengt veel onzekerheid in de weersverwachting met zich mee. Ten noorden van die grens kan het dus behoorlijk koud worden met de kerstdagen, met ook kans op wat winterse neerslag. Maar ten zuiden van die grens is het juist aan de zachte kant. En daar is dan ook veel bewolking met gewoon regen en is die kans op winterse neerslag een stuk kleiner. Behoorlijke onzekerheid dus in de verwachting en dat vertaalt zich ook terug als we hier naar de kaarten kijken. Vrijdag is het dan eerst nog zacht met veel bewolking en een spat regen. En op zaterdag zien we die grens tussen die koude en zachte lucht eigenlijk ook al terug. In het noorden van Nederland temperaturen net boven het vriespunt, terwijl juist in het zuiden van Nederland het een graad of 7 is. En zondag blijft die temperatuurverdeling min of meer in stand. De maximumtemperatuur valt dan in het zuiden ook wel iets lager uit. En ook dan zien we vooral in het noorden van Nederland kans op winterse neerslag. De temperatuur laat daarbij ook die onzekerheid zien. Eerst nog een zacht intermezzo, dat hebben we op donderdag en vrijdag. Daar is de onzekerheid een stuk kleiner. De marge om die rode lijn is niet zo groot. Maar als we dan naar de kerstdagen kijken, dan zien we hier op kerstavond al die temperatuurdaling. Maar tijdens het weekend neemt die onzekerheidsmarge om die rode lijn toe. Dit is de pluim voor Midden-Nederland. Dat zou ook ongeveer op de plek zijn waar die grens dan komt te liggen. En daarna houdt die onzekerheid stand en is de verwachting dus heel erg onzeker. Nou, hoe zit dat dan met de neerslagkansen tijdens kerst? Die zijn wel behoorlijk groot, zo ongeveer rond de 50%. Er kan ook wel soms wat intensieve neerslag bij zitten. De grootste neerslagkansen zijn op zaterdag. En als we dan naar de sneeuwkansen kijken, dus de kans op een witte kerst, dit is wederom voor het midden van Nederland, dan is die het grootst op de zaterdag met zo'n 25% kans op sneeuw. Op zondag neemt die sneeuwkans dan alweer wat verder af. Maar zoals we ook in de kaart zagen, kan er ook op zondag dus nog wel wat neerslag, al dan niet met een winters karakter vallen. Samengevat, veel onzekerheid dus in de aanloop naar de kerstdagen, maar het lijkt erop dat het noorden van het land de grootste kans maakt op winterse taferelen tijdens de feestdagen.